U kijkt naar Oog op de Bilt. Met vandaag plofkraak bij Plusmark in Bilthoven. We staan momenteel voor de Plusmarkt in de Leien, Bilthoven. En daar is vannacht rond een uur of vijf is daar een poging gedaan om een kraak te plegen, een plofkraak te plegen. Het blijkt dat er een auto met veel geweld tegen de muur aan is gezet. En wat er verder gebeurd is, dat hebben we nog niet vernomen. De auto is uiteindelijk in de brand gestoken en de krakers zijn met scooters gevlucht. Er is verder nog niets over bekend. We gaan even kijken of we nog mensen hier uit de buurt te spreken kunnen krijgen. En of we misschien de eigenaar, Gerard Smit, de eigenaar van de Plusmarkt, of we die nog te spreken kunnen krijgen. Wat is er gebeurd vannacht of vanochtend? Een poging om de geldautomaat die bij onze winkel is gevestigd, om die leeg te roven. Dus zijn we in een auto met volle vaart tegen het pand aangereden. We hebben ook explosieven gebruikt om de boel te forceren. En helaas voor de daders zijn ze toch met lege handen zijn ze verdwenen. Het is, als wij het zo zien, een behoorlijke ravage. Is er een brand geweest ook? Ja, ze hebben de auto, voordat ze weg zijn gevlucht, hebben ze de auto in de fik gestoken. Dus, en waarschijnlijk om de sporen te vernietigen. En is het snel ontdekt verder? Heeft de buurt snel gereageerd? Volgens mij heeft de hele buurt 112 gebeld. We hebben geweldig, heel veel klanten die zijn toch een soort mede-eigenaar van het bedrijf. Ja. En, dus volgens mij heeft de hele buurt 112 gebeld. Want wij hebben vanochtend wat last gehad om onze klanten naar binnen te laten. We zijn wel gewoon open gegaan, klanten via de nooduitgang naar binnen en naar buiten. Dus ja, uiteindelijk valt dat wel mee. U bent vannacht wakker geworden? Ik ben wakker geworden, ja. Van de klappen van de auto natuurlijk. En wat gebeurde er? U sprong uit uw bed? Ja, mijn dochter die kwam het vertellen. Dus ja, dan ga je gelijk hier kijken natuurlijk. En die hadden natuurlijk die auto op en neer zien rijden. Die auto is verschillende keren tegen de paai aangereden? Ja, volgens mij 3 keer. En wat voor een auto was het? Want wij zijn te laat om de auto nog te zien. Oh, een Golf. Nadien vond de explosie plaats? Ja. Ja, ze zagen die mensen weglopen en toen vloog hij in de brand en toen die explosies. We gaan gewoon 2014 in en daar gaan we een feestjaar van maken, wat mij betreft. Doen we mee, dankjewel. Dankjewel.